Kijk, hier geeft ze die rug. Toedels. Mooi man. En weer levert Interlaken voor ons een mooie wedstrijd op. En aan de horizon gloort ook nog een mooi resultaat. Ik denk dat als hij bij de vlag pakt, dat zijn meest dominante Formule 1 weekend is uit zijn carrière. Niet omdat hij met 11, 12, 13, 15 seconden voorsprong is. Nee, twee keer een inhaalmanoeuvre op de baan om de leiding terug te pakken. En waarom? Omdat je dominant bent. Dat is het. Was dit vierkantje, Jack, met alle internationale collega's om je heen bij die herstart? Ja, iedereen toch wel onder de indruk van Alexander Albon, hè, wat jij terecht zegt. Jonge ventje, heeft nog niet zoveel ervaring, maar het maakt hem inderdaad geen reet uit. Die ernaast hem zit, gas erop. Iedereen vindt het geweldig. We zijn er nog niet. Maar het voordeel is, linksboven telt hij af. Elk rondje zijn we weer een tandje dichterbij. Zij voor de wedstrijd, de baas van Haas, ik verwacht geen wonderen vandaag. Grosjean startte vanaf 7, Magnussen vanaf 9. Grosjean ligt 15e, fout 16e en Magnussen ligt 15e. Dus hij heeft de waarheid gekregen. Albon op 1.2 van Hamilton. Hamilton weet dat hij een goede ronde uit te peppen. Vettel zit te sparen. Bij een langzamere ronde, die gaat aan het einde nog proberen aan te vallen. Banden zijn vrijwel gelijk. Zo finishen gaat Max naar P3 met 1 punt. Maar nu is het anders. Want daar is Charles Leclerc. Dat is het voordeel van Alexander Albon. Of hebben ze daar geroepen? Leclerc heeft betere banden. Ja, 4-5 rondjes beter. Dat is ook niet spannend. Vettel gaat het hier weer terug proberen. Maar krijgt weinig ruimte. Er is een touché. Nee! Jongens, jongens, jongens. Dit is Leclerc op zijn eigen teamgenoten. Leclerc ertussenuit. Gasly naar P5. Lekker joh! En Vettel weer met een lekker band! Ferrari maakt zich hier het oor aan van je welste! Op het moment dat ze niet dominant zijn, raggen ze elkaar van de baan. Hey, tof joh! Man, man, man. Hier laat het management op liggen. Hier moet je roepen in de laatste fase. Guys, keep it clean. Zoals we dat horen bij anderen. En weer een safety car. Kijk eens. Hup. Vettel krijgt hij nog een duim voor, die snijdt het voorwiel kapot. What the hell is he doing? Sorry. Patsche. Mijn god, moet dat zijn! Jij dat niet Hij slijt met de vloer die band gewoon stuk. En met die band de achterband van Vettel. Allebei eruit. Ohoho. Nou, dit wordt een fijne debrief hoor vandaag bij Ferrari. Want er komen ook gewoon 0 constructeurspunten. En dat rijtje wat we net zagen, dat die Verstappen met 1 puntje naar die P3 zou gaan. Kijk, eerst is er daar de beleving en in de achtergrond begint het al te lachen. En Hamilton gaat naar binnen, Albon naar P2. Nou ja, Hamilton, je moet nadenken, Lewis, want er zit niemand op een rondje achterstand. Dat is waar je nu terecht komt, want ik denk dat dat voor Sainz is. Ja, oké. Oké, ik wou zeggen, want dan moet hij wel zo dadelijk ook nog Gasly voorbij. Gasly op het podium. 3 Honda's op 1, 2 en 3. 3 Red Bull-coureurs, waarvan de 2 dit jaar nog gewisseld werd omdat Gasly goed genoeg was. Shit, wat een dag. Maar een Pierre zal nog even moeten trappen. Gasly zal een albonnetje moeten doen. Laten zien dat het makkelijk. Matteo, de jas kan aan, de tas kan mee, en je hebt niemand meer in competitie. Hier begon het. De aanval van Charles Leclerc. En de terugaanval van Vettel. Ooit op Istanbul Park, de bij de Red Bulls eraf zien gaan. Daar was Vettel met toen de tijd Mark Webber. Hier meteen al zijn handje uit de cockpit. Wat doe je, wat doe je, wat doe je? Via de buitenkant. What the hell? Ja, hij snijdt hem gewoon naar binnen. Hij
snijdt hem gewoon naar binnen. Ik was onderling bij Ferrari even proberen te laten zien hoe het staat. Zij hadden dat kunnen voorkomen. We gaan straks allemaal roepen, ja, we geven ze de vrijheid om te racen, bla 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 bla. Maar kijk, 260, 249 ineens. Ik heb geen roze bril, maar de driver of the day moet naar Verstappen gaan. Als je anno 2019 twee keer de leiding herpakt met een inhaalmanoeuvre op de wereldkampioen, op de baan, na een dusdanig dominant weekend, dan ben je de man. Punt. De wereld kan uiteraard anders beslissen. Zo gebeurt het wel bij de Lance Stroll. Je hebt ook iets lek. Lijkt zo'n stroom niet wel in te sturen. Ja. Kijk, rechts voor, op wil opmaken. Voor wil opmaken weg. Nou, hadden we één uitvoer, die heeft de Bottas. We hebben inmiddels vier. Vettel, Leclerc, Stroll en Bottas. Pierre Gasly. Ooit vierde als beste weggestuurd bij Red Bull Racing. Cracked under pressure. Ik weet niet hoe hard Helmut Marko is. Maar die heeft geen Viagra nodig vandaag. En jij hebt hem nog gesproken op de grid, Jack. Ja, hij zei het op de grid, hè, van de overwinning van Max zou wel fijn zijn. Ja, het zou wel eens een tijd worden. Nou, ik geloof dat zijn gebeden verhoord worden, want dan staan ze met z'n drieën. Carlos, keep letting us know about debris. Keep letting us know about debris. Yeah, debris are still there. No one has cleared them. So, for the moment we cannot race. It's very dangerous. Copy. Politiek, wat u hier hoort. Hij rijdt op P5, van achteraf, prima. Maar zijn banden zijn 38 ronden oud. Er is McLaren alles aan gelegen dat deze wedstrijd niet nog een keer van start gaat. Pure politiek. Hou ons op de hoogte over de buur. Ja, we zien het wel liggen, maar of het op de race lijn is, weten we niet. Sainz op ja, nee, het is te gevaarlijk, hoor, nee, dat kunnen we niet doen. Om die plek te verdedigen. Want ja, ook Sainz komt hier wel voor een aanmerking. Als je met de McLaren onder deze omstandigheden van achter naar vijf rijdt. Maar ja, normaal gesproken haalt hij Vettel, Leclerc en Bottas niet in. En dan nog zou hij een goede wedstrijd hebben. Dus laat maar kijken welk land in dat geval de meeste invloed heeft op internet. Is het Nederland of is het Spanje? Nederland. Voorlopig is het Nederland. Ja, Albon gaat ook toch, ja. Leclerc hoeft niet meer. Nou, Max Verstappen voor deze wedstrijd. Misschien kan Alex nog een tandje helpen. Ik heb nieuws voor hem. Het hoeft waarschijnlijk niet, maar het kan wel. En inderdaad, de team principal van Ferrari kan weer afspieken, jas en tas melden. Ik denk bij de debrief, vandaar dat je nu echt wel wat werk te doen. De boordradio was duidelijk te horen dat ze allebei dachten dat ze in hun recht stonden. En dan is het belangrijk dat ze de video erbij kunnen krijgen en erbij kunnen halen. Maar jongen, 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 jongen. Dus gaan we nog twee rondes racen of wordt het er één met een safety car ending? We gaan zo dadelijk over start finish. Ik denk rondje 70 in. Ja. En hier weer een safety car ending. Stap maar even ons gekeken wat onze start deed. Gasly moet opletten. Ach, wat zou ik hem dat podium gunnen, zeg. Max mag nog langer dan de Lewis straks deed. Anderen zitten gewoon. Is slag verloren, hij mag dit blijven doen. Tot op start finish. Albon is ook wel wakker hoor. Hij mag dit blijven doen tot op start finish. En dan gaat hij. Lewis wakker. Oh, Gasly. Let op de derde plaats. De blauwe en de zilveren auto. Lewis aan de buitenkant. Oh, Pierre. Nee. Oh, en verremt zich ook nog Alexander Albon. Kan hij weg voor Gasly. V4 gaat hij ook nog blij mee zijn. Maar kan hem wel gunt. Toch nog een Viagra voor Helmut Marko. Oh, daar vliegt wat de lucht in. En daar gaat Lewis Hamilton. Albon. Krijgt geen DRS zo dadelijk. Die blijft niet binnen een seconde op Max. Op deze band. Of Max moet hem helpen aan die DRS. Maar ja. Moet je dan daar weer uit. Kijk hier, waar ik het al zei. Sainz, Raikkonen. Berg is twee plaatsen teruggevallen.
Achter Sainz komt nu een trein doorheen. Dat kan nog een klapper geven in de laatste ronde. Allemaal jongens die denken dat er wat aan valt. En daar komt Lewis op een plek waar hij niet verwacht. Nee. Op een plek waar hij niet verwacht. Dat zeg ik. Klootzak. Dat verwacht het niet. En daar gaat zijn podium. En zijn tweede plek. En het is niet erg, want hij is nog rookie. Maar het is een plek waar hij niet verwacht. En dat is de sluwheid. Van Lewis Hamilton en Gasly nu weer. Daardoor op twee. Sjoe, kan de race toch mooi zijn, hè? En weet je wat nou zo leuk is ten opzichte van voetballen? Daar kom je soms met een 0-0'tje weg. Hier heb je altijd een winnaar. En het podium voor Gasly lijkt nu zeker, want de pace van Sainz is er niet. Die ook een blije man gaat zijn. Heeft Lewis schade? Zag ik dat goed? Ja, Lewis heeft schade. Gasly moet gewoon het podium pakken. Laat die Hamilton maar komen. Laat hem maar komen. Dat was het de binnensnijden van Albon. Dat is logisch, omdat die Hamilton daar niet verwachtte. Kijk hier, hij zit er 100 bijna naast. Oh, die kan hier nog 5 seconden voor krijgen hoor. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Kan je ook nog krijgen dat Sainz naar het podium. Is hij onder investigation? Ja, hij is onder investigation. Och mijn. Wedstrijdleiding. Wees wat je altijd geweest bent. Dat wil zeggen, snel met je beslissingen. 5 seconden is wat normaal gesproken aan het einde snel besloten gedaan zou worden. Maar het hoeft hier nog niet. Het kan nu al. Daar heeft de overwinning voor gestart. Maar daar is Gasly. Ja. Net de vraag, wat gebeurt er met Hamilton? Sainz op 2.7. De Sainz kan wel naar het podium. Ze hebben Verstappen al eerder achter het podium weggehaald. Durven ze dat met Lewis Hamilton? The man of the weekend. Totale dominantie in Sao Paulo. Wat een weekend, wat een dag, wat een resultaat voor Verstappen. En wat een race. En kijk die Gasly hier gaat, joh. Ongelooflijk. Hij heeft alles overstaan, maar die heeft P2 in de Toro Rosso. Pwaah, ik had net straks een briefje. Verschil onderling 62.000. Toro Rosso. Ja, ik moet heel veel zoeken. Laatste podium. Ah nee, dat was in Duitsland. En dan niet Fiat in de regio's. Maar toch, ha, here we go. That's the race win. That is the race win. You absolutely bossed it. Magic today. Absolutely bossed it. Fantastic. We did it as a team, guys. Somebody for the race. Oh, I loved it. Redemption, Max. Absolute redemption from last year. Brilliant race. Brilliant race. Exactly, and I think the way we fought for it made it even better. Thank you, guys. Great day. De belangrijkste zin, the way we fought for it makes it even better. De manier waarop ik gewonnen heb, maakt het nog beter. Wat een dag, wat een weekend. En inderdaad, payback voor wat er vorig jaar gebeurde toen hij ook onderweg was om deze te winnen. En toen Esteban Ocon tegenkwam. We zagen 5 seconden de penalty voor Hulkenberg. Ze durven het niet bij Hamilton, denk ik. Nou ja, Albon wordt 15e, maar kijk die Gasly, jongen. Tjes, wat gaaf. Tjes. Volgens mij is hij blij. Hamilton en Albon, investigation after the race. Dus dat gaat weer een paar uur duren. Dus Lewis gaat wel naar het podium, maar of hij die mag houden, weet je niet. En dan kan het nog mooi weer worden voor Carlos Sainz. Ik heb ooit een interview gemaakt met deze, misschien wel in de True False, met deze Pierre Gasly. Ik zei, joh, je geeft me 2 tijd als je won. Jij was altijd de meest schreeuwerig op de boordradio. Toen vond hij van niet. Nou, ik denk dat vandaag het bewijs geleverd is. Maar wat een resultaat van deze wedstrijd. En wat een ongelooflijk prachtige promotie voor de autosport. En laat dit nou de toekomst zijn, jongens. Dat je het niet weet en dat er een Toro Rosso naar P2 kan. En dat Sainz op P4 kan komen. Natuurlijk hadden we er vandaag een gevecht bij Ferrari vooral, dat we door de 2 Ferraris uitblazen. Maar het hoort erbij. Winnaar, de start nummer 33.
Max Verstappen had hier, kijk Helmut Marko, had hier al een derde en een tweede plaats. Vorig jaar eigenlijk na een overwinning. En daarna zijn teamcrew, zijn pitcrew, super belangrijk. Hier de schade aan de wing-end plate. De touché van Alexander Albon, waarbij de wedstrijdleiding voor vergelijkbare dingen wel in het begin was eruit kijk. Max blij voor Pierre. Knosgek. Waar zijn ze? Daar zijn ze. Take a jump. Wat een plaats. Die jongens die op vrijdagavond tot 1 uur, 1:30 soms doorwerken. Motoren wisselen. Een auto voor je neerzetten waar je het mee moet doen. Lando Norris komt Max al feliciteren rechts in beeld. Deze race mag niet van de kalender. Er zijn van die banen waar dingen gebeuren, waar historische dingen gebeuren. Dit is er weer zo een. Twee Ferraris eruit door een clash met elkaar. De Red Bull die sinds de Technical Directive is uitgevaardigd nog beter mee kan vooraan en zelfs pole kan pakken. En de wereldkampioen kan inhalen. Niet uitstekend. Ja, leuk. Zijn oude monteurs. Zijn oude persdame. En dan dacht je, beginnend bij Red Bull en weggestuurd wordend, het is niet zo'n tof jaar. Maar toch, Barrichello is de man die de interviews gaat doen. Nou. What a great race, Max. It was, you look like unbeatable today. Did it feel like driving that you had anything on the any tires you would have been unbeatable? Well, I mean, Lewis was very quick, so I had to keep pushing and yeah, all the time with the strategy, he pitted one lap earlier, so we had to be really on top of our pit stops. But yeah, two times we had a good move with him, so that all the time brought us back into first. And yeah, from there onwards, yeah, I could control the race, of course, with the tires I had, but yeah, unbelievable. It was a lot of fun out there, and of course, great to win the race. And with the speed, whenever you overtook the Ferrari onto the last corner, did you think that you had that speed to overtake Lewis on the same time? Well, I mean, I was behind, so I was pushing flat out in my outlap to try and be close to him, and it was my only shot. So, of course, because of that, I was close into the DRS, and we knew that we had great top speed the whole weekend already, so... yeah, that's of course a guess, but yeah, of course very happy to get past. Well, well done to you and Honda, it's a great achievement. Mooi. Zo rustig, zo cool. Hij zoekt nog even de anderen. Ik wil ze graag voor het gesponsorde bord hebben. Superleuk. Ze kennen elkaar zo goed, ze hebben zoveel respect ook. En links is ook respect te zien. Hey, how was the you two? How was this final move? I mean, when you went to the inside, did you think that you had the gap to go? Did you think that you had the speed to go on the straight, that to pass him on the straight? Honestly, I didn't. But he did a great job. He's very fair with where he positioned the car. I massively apologize to Albon. I went for a move that the gap was kind of there, but obviously it closed right at the end and completely my fault, but still a great race. Max did a fantastic job today. They were just they just outclassed us in terms of overall performance, and we couldn't keep up with them on the straights. But honestly, I raced my heart out. I gave it everything. I left nothing on the table, and I took a lot of risks today, as you saw. So as you always do, the Brazilians love you when you're here. It's always pure racing, so we saw pure racing today. It was hard to beat Max. Do you think any strategy would have done the case with him today? He looked like unbeatable today. Not anything. There's nothing. We threw everything in the sink at it, and honestly, it was just we could keep up with them through the corners, but they were just outshining us on the straights, and therefore there was I don't think there was anything we could do. Well done. Hey Pierre, what up? After a tough season, is it good to be back on that podium, the podium that you deserved since a long time ago? Yeah, it's my first podium in Formula One, and yeah, for sure I'll never forget it. You know, it's such a special moment. I don't know what to say. It's just so emotional, and also to get it with these guys, with Toro Rosso, you know, the P5
giving me a fantastic car since I came back. Yeah, I'm just so happy for Honda, for Toro Rosso. It's an amazing day. I know that it's your first podium, but I mean, because you've been on the podium for so long on your career, so it's good to be on the podium, Formula One, isn't it? I've been many times on the podium, and you know, you cannot forget it, and that's what I love about motorsport, these emotions, the fight, and yeah, I just kept believing until the end. I saw they were battling, tried to push as much as I could, and the opportunity came to us. A great finish with Lewis as well. I was like trying to get low in the car, trying to get HKBH I could, but no, just to this guy, just a big congrats and big thanks. Well done to you, to Honda, and to hold on to the last straight. That corner alongside Lewis must be... I was praying for that Honda engine to give me everything it had, and you know, I think without the progress Honda would have never been possible, so I'm just so happy. I don't know what to say. Well done. Thank you. Ja, mooie woorden allemaal. Ongelooflijk blij, Pierre Gasly. De wedstrijdleiding zegt nog even. Deze is ook interessant. Turn 4 incident. Vettel en Leclerc noted. Maar ook cars using DRS in de yellow sector on lap 53. In bocht 4 zijn er weer. Ja, wie dat zijn, geen idee. Jack op dit moment bezig met het halen van reacties en quotes na afloop van deze enerverende grote prijs van Brazilië. Natuurlijk voor onze nabeschouwing, mochten ze daar missen, komen op de website terecht van Ziggo Sporting Clips. Of natuurlijk in audio op GrandPrixRadio.nl. De winnaar van de grote prijs van Brazilië heet Max Verstappen. Een even blije man op P2, Pierre Gasly. En voorlopig nog op P3, Lewis Hamilton. Wat ik chic vond, is dat hij wel zei, ja, dat was een half gat, niet gat, het is compleet mijn fout. Ja, daar zou de wedstrijd dan ook moeten naar luisteren. Net als bij die afgepakte pole position toen Max zei, ja, ik heb niet gewicht onder geel. Maar we gaan zien of het gebeurt, dat zal nog wel even duren. Dat zal zeker nog wel even duren, maar dat dan later weer op social media en alles wat erbij hoort. Voorlopig gaat hij naar het podium. Er zijn er twee Zaubers in de top. Dat is het. Zesde vinden, Raikkonen wordt vijfde, Giovinazzi wordt zesde. De laatste keer dat gebeurde, Sauber, Alfa Romeo, 2012, de Duitse Grand Prix. 7 punten niet in de wedstrijden gereden, Kimi Raikkonen. En de laatste keer dat twee Ferraris uitvielen, daar was Raikkonen bij betrokken, weet u nog, de Grand Prix van Singapore in 2017. Als Lewis een penalty krijgt, dan pakt Sainz het 100ste podium voor een Spaanse coureur in de Formule 1. Wat een zegen toch vandaag voor Red Bull in zijn geheel en voor Max Verstappen in persoon. Straight like this and he started pulling this. Yeah. I saw you were there, I had a track set. And I was like praying that all the engines would be there and that's why I was on the other thing. We hebben een spel over de hersen, links verstappen nu in 260 punten op die derde plek. Dat is Leclerc en Vettel. Maar je ziet het ook, het hele Nederlandse jongens op dat podium terechtkomen daarachter die daar elke wedstrijd zijn. Dus het hoort anders dat de energie is dat er deze Pierre Gasly bij staat. En een enerverende race, laten we dat vooropstellen. Dat is natuurlijk ook mooi. Zeker. Geen overwinning. Geen P2 voor Mercedes. De dag dat Toto Wolff en die bij als brede glimlach bij Honda. Alex. Yeah, he drove a good race. Yeah, I know. I mean, he passed the Ferrari restart. Yes. Jammer van Alex, goed. Christian Horner. Yeah, next. Verstappen heeft weer de cola uit het vuur gehaald. Stevig op die P3. Die Toro Rosso, ja. Staan wat steviger op die P6. En komen in de buurt van Renault. Die vandaag een slechte dag hadden. Ah, uiteindelijk wordt Ricciardo nog 7e, dus dat laten we dat niet vergeten, dat lag ook stijf laatste. Maar dat gebeurt in zo'n wedstrijd, hè? Met een paar keer een safety card veld op elkaar, één keer al die mensen met een rondje achterstand mogen er naartoe.
we gaan ons opmaken voor het Engelse volkslied voor constructeur Red Bull Racing. En het Nederlandse volkslied voor de overwinnaar Max Verstappen. Maar we beginnen op het podium met de wereldkampioen van 2019. Voorlopig derde, maar blijft dat zo. Lewis Hamilton. Gasly, applaus en emoties en de trotse kop van Max Verstappen. Terecht. Uiteraard het volkslied van Oostenrijk, omdat daar de inschrijving van Red Bull Racing vandaan loopt. Dat was dan even om recht te zetten. Daar de bokaal die hij vorig jaar alvast had willen houden. Door de governor João Doria, die Grand Prix heel graag wil houden. En de blijdschap en trotsheid voor Max Verstappen. Is dat een van de datameisjes, Cynthia van Red Bull Racing, die haar momentje van glory krijgt hier. Van de CEO van Heineken Brazilië om de constructeursbeker op te halen. Daar is Red Bull Racing er ook wel een leak in hoor. Geweldig. Kijk hem trots kijken, die Christian Horner. Ach, wat kan deze mooi plekje bij Gasly. Kijk dat bekje. Zo gegund. Het leek weg. Daar kwam de aanval van Lewis op Albon. Anders had Albon hier gestaan. Die krijgt zijn tijd nog. Dit zijn van die uitschieters, die moet je pakken. En dat doet hij ook. En daar hebben we de bokaal voor Lewis Hamilton. Die ook nog eerlijk riepen. We konden het niet doen vandaag. Ik heb alles gereden wat er was. Mijn buikgevoel zegt dat hij die beker niet mag houden. Maar die eerste twee die zijn er en die blijven. Geen gedruk, geen gedoe. Dat is er vandaag één die met kop en schouders boven alles in die renhuis stond. Die heeft Max Verstappen. Pierre Gasly was er op zo'n moment dat je er moet zijn. Als het ineens raar is en er twee Ferrari's weg zijn. En nog veel meer gekkigheid gebeurde in de grote prijs van Brazilië. Wat vandaag wederom een pareltje was. 17 november 2019. Red Bull 1. Toro Rosso 2, Lewis Hamilton en Mercedes op P3. Het lijkt me dat er wel wat is om over na te praten in deze wedstrijd.